130.000 euro. Ja. Vind je het waard? Nee, het is normaal nog geen 5 euro waard, joh. Ja, het klinkt grappig, maar is toch echt bloedserieus. De geboren en getogen Amsterdammers Ton en Hanny Veerkamp verhuisden 10 jaar geleden gedwongen terug vanuit Ouder Amstel nadat de gemeentegrens tientallen meters verplaatst werd. Nou, staat het bord hier, Amsterdam David rechts. Ja, dus hier ga je Ouder Amstel uit. In Amsterdam in. En waar was vroeger de lijn getrokken? Die was daar. De gemeentegrens liep zo daar, van die Zijnstraat zo over het water. Die viaductbreedte verschil betekende dat hun woonark ineens in Amsterdamse water lag. En daarmee onder Amsterdamse regels viel. Dat je niet onder de brug mag liggen. Ouder Amstel had daar geen moeite mee. Maar in Amsterdam, ja, er is er toen eentje in de fik gevlogen hier, geloof ik, onder de Utrechtse brug. En sinds die tijd mogen geen arken meer onder de brug liggen. Tot nu toe werden ze gedoogd, maar in maart moeten ze naar deze nieuwe lichtplek, iets verderop. Hier komen we op de nieuwe plek en dan komen wij hier te liggen. En dan krijgen ze ook met een ander Amsterdams fenomeen te maken, torenhoge erfpacht. 130.000 euro. Maar waar het ons eigenlijk om gaat, dat de buren wel een vaste lichtplaatsvergunning krijgen, die ook in Ouder Amstel lagen. Maar omdat wij onder de brug liggen, krijgen we geen vaste lichtplaatsvergunning, weet je. We hebben allebei AOW, dus... Juridisch kunnen de Veerkampjes er niets meer tegen inbrengen. Daarom is hun laatste hoop om onder die erfpacht uit te komen nu op de Amsterdamse ombudsman gevestigd. Kijk, die plek op zich, daar heb ik niks op tegen. Dat maakt me niet uit. Maar dat gedoe erbij, weet je, dat is het.